Goedemorgen en welkom alweer bij deze hele nieuwe video. We zijn hier namelijk weer om de balen te gaan verkopen. Dus ik heb even lekker gaan slapen. Oh, mijn controle is er. Ik ben even lekker gaan slapen in de auto omdat anders de weer te ver was om naar huis te rijden. Dus ja, gewoon hier thuis te slapen. Dus we gaan even eerst al de ballen pakken, meenemen. We zullen best met de auto zelf hier een beetje naartoe rijden. Dus eigenlijk namelijk veel dichter dan mee. En dan gaan we namelijk, vandaag gaan we zeker de bedoeling om de ballen te gaan verkopen. Dus, maar we gaan ook niet te heel veel ballen meepakken, omdat het anders te risky gaat worden voor de te gaan rijden en het sneeuwt ook, dus ja, moet ik altijd een beetje voor oppassen. Dan gaan we op de massieve rusten. Hey. Waarom pakt hij hem niet? Oh ja, zo misschien daar. Ik vind het zo irritant een first person met een voorlader werken. Ik zie maar, je slipt wel veel te veel door. Dit is echt onhaalbaar. Nee, die grote ballen zijn gewoon te zwaar voor die tractor. Dus deze moeten we even zelf erop doen, ja, anders kun je nog lang werken. Nee, ja, en die heb ik ook echt niet zo heel veel zin in. Ik wil echt vandaag echt een keer een hele korte video maken. Niet heel lang maken. Maar ja, die balen, dat kost wel nog wat tijd hoor, om allemaal te gaan stapelen. Ja, dat is ook zo groot. Oh, joh, hoeveel groot hebben we er wel geperst? Te veel. Oh. Daar is nog een kleine, denk ik. Ja, dat is nog een kleine. Ja, zie je, dat is een klein, dat is een mark. Oh bro, kom op. Ja,
Ja, al die ballen, dus ik ga hier even proberen in de eerste lading proberen mooi te stockeren. Dus ik zie jullie straks als ik de eerste lading heb gemaakt. Voilà, we hebben een eerste lading gemaakt aan ja, de balen. Maar we moeten ze wel snel verkopen. Zo. Ja, dat is al heel dichtbij. Zo, nu bij de boerenmarkt. Oh, die zilver. Je kunt het daar brengen. Maar wel met gevaren ligt, want ja, dit is al heel gevaarlijk om mee te gaan werken. Ik moet niet om mee te gaan werken om te gaan rijden. Maar kijk, ja. We hebben amper herp, amper herp. Maar we doen ons best natuurlijk altijd. Hè. Maar we gaan even naar ja, de verkooppunt rijden. En ik zie je dan straks als ik als we gaan verkopen. Zo, tot straks. En ziezo, we zijn hier aangekomen bij het verkooppunt. Even rustig oprijden, want ja, die voorwielen hebben echt amper grip. Dat is niet normaal. Maar ja, hey, het is al een 4x4, dus ik kan het wel aan, dus dat is heel goed. Ja, vertel me dat we er gewoon zo kunnen rijden. Het is wel big geld, hè, die banen. Holy moly. Is echt een mooi geld dat we hiermee verdienen. Maar ja, dat is ook nice. En dat is ook de bedoeling van deze serie, dat we heel veel geld proberen te verdienen. Aan de hand van klusjes. En ja, dit is niet echt een klusje. Maar ja. Dit is gewoon, ja. Een job dat we hebben gedaan. Voor iemand anders. En nu gaan we weer terug naar het veld gaan. De rest van de baan gaan ophalen. Dus tot straks. Zo, voilà. We zijn weer aangekomen. We gaan weer deze drie balen gaan opleggen. Weer ze rood. Oei. Nee, hij sleept weer alweer. Ja, die grote baan zijn echt onmogelijk om met deze tractor te gaan doen. Holy moly. Ik denk dat we ook straks een keer nog een keer langs de shop gaan passeren voor een groter gewicht. Ja. Dit is gewoon een beetje te minder. Te weinig, denk ik. Spanriemen. Deze zijn ook 5000, ja. Het is ook echt alleen maar grote banden dat we erin hebben geperst. En ja, die kleinste waren voor het einde.
Dus ja, we gaan ze wel even met de hand opdoen, maar ja, anders is dat hier niet te doen. Dus ja, ik zie jullie waarschijnlijk als we, ja, als ze dan hebben. Maar ik denk dat we hier ook een nieuwe trailer gaan komen. Namelijk, ja, die trailer, de standaard trailer in de game. Ja, die met die knik, die gaan we kopen. Ik denk dat de auto dat ook veel fijner gaat vinden. Want deze leunt maar op één as, dus ja. Snap je? Dit is niet zo heel prettig. Oké, we maken wel een mooie winst hoor. Dus we gaan even naar de winkel rijden en we gaan even twee nieuwe dingetjes gaan kopen. Zo, deze aanhanger mag weg. Of deze kan we gewoon niet verkopen. We krijgen er 900 euro voor, het gewicht mag ook weg. En dan gaan we de aanhangers. Deze aanhanger, ik dacht dat je nog meerdere aanhangwagens had. Aanhangwagens die plat konden. Maar het is deze die we nodig hebben. De banenwagen. Deze gaan we kopen en een sterker gewicht ervoor. Aan de tractor. ...1500 kilo zou wel voldoende zijn, zeker. Als 1500 kilo niet genoeg is, ja, dan snap ik het ook niet meer, hoor. Voor zo'n klein tractortje. Oh, dat ziet er mij al veel gemakkelijker uit om mee te gaan rijden. Dus ik zie ook als we de grasbalen hebben getransporteerd. Zo, voilà, we zijn weer aangekomen bij het huis. En hier gaan we namelijk onze de twee grasbalen droppen. Ja, ik heb misschien de massaverkson een beetje vermuft meegedaan. Maar ja, ik kon niets anders. Maar het is al gelukt. Het gras staat hier echt wel heel hoog. Huh? Ah, oei. Vies, fix je grip, fix je grip. Dankjewel. Die gaan we daarin ook zetten, zeker. Deze tractor heeft ook een draaicirkel waar die u tegen zijn, maar echt waar. Oh, haat koken.
Allee, fix je erop, vriend. Oh ja, het is dus omdat dat op de grond stond, ja. Maar de rest van, onze, van de baan gaan we echt wel met de hand doen, anders gaat het veel te lang duren. Dus deze tractor gaan we ook hier parkeren. Ja man, ik word zo gek van die draaicirkel van deze tractor, echt waar. Nu weer chill aan het worden. We gaan verder met de auto. We gaan even mee naar de biogas. Oh, het is een, ja. We kunnen hier ook gewoon draaien. De biogas, daar moeten we even kijken langs waar we moeten gaan. Die weg weet ik nog niet heel goed zijn. Dat is hier zo. Dat was ja, een beetje straatje, oké. Dus we gaan even naar de biogas. En dan gaan we de balen aan ophalen. En voilà, we zijn bij de biogas. We hebben een andere route genomen. Ik vond dat dat de kortere route was. We zijn namelijk via hier geweest, zo, zo en zo. Anders moesten we heel deze tour zo. Dat was wel een beetje een domme tour. Dus ja, hier houden we de balen liggen. We gaan proberen zoveel mogelijk mee te pakken in één keer. Ik weet al niet hoe dat ik ze nog ga stapelen. Het is ook allemaal paal van 5000 liter. Holy moly. Dat worden zware, zware dingen voor de auto. Nee, nee, een auto smief in die film. Voilà. Nu kunnen we al de spanderiemen eraan doen. En nu houden we er nog ja, een laagje op, maar ja, waarom niet? Ja, we gaan niet hoger dan 2 hoor, dat is 2 is al voldoende denk ik, qua hoogte. Oké, het is misschien een beetje onrealistisch dat we met de hand doen. Maar ja, ik heb geen zin om heel dat met die tractor te gaan showen. Want die tractor is zo irritant. Ja, het is wel een goede tractor ofzo. Want die, ja... In de sneeuw en die zware balen. Ik heb daar niet zo heel veel zin in. Snap je? Dus we gaan even kijken. Volgens mij was het hier. Dus we moeten zo. Zo. Ja. We gaan hem wel een keer markeren. Hier kunnen we achteruit rijden. Als ik dat tenminste kan. Dus we gaan ongeveer nog 3 ladingen doen. Dus ik denk dat ik hier even een timelapse van ga maken. Dus ik zeg al sinds veel plezier met de timelapse. Oh.
Is maar, we gaan even de laatste vier banen ophalen en dan gaan we kijken wat misschien de eventuele dingen zijn die we kunnen doen met ons ha met het geld. Een veld zou wel heel nice zijn. Maar dan moeten we sowieso nog een zaaimachine vinden. Ja, kunstmestrooier ook en zo verder. Een oogstmachine, denk dat dat het moeilijkste gaat zijn om te gaan halen of te gaan vinden. Kijk, deze kou er gewoon op proppen nu. Geen probleem zijn. Kijk, deze bocht halen we altijd. Voilà. Het is wel misschien een beetje een onrealistische serie van ja, deze aflevering, omdat we heel veel met onze hand gewerkt hebben. Niet met de tractor, dus ja. Sorry daar alleszins voor. Maar ik had het niet heel veel zin. Heel de tijd met die tractor te gaan rijden, want dat vereist heel veel inspanning, denk ik. Maar sowieso, ja, we gaan het wel realistisch maken. Nee, het is misschien omdat we één keer iets niet gedaan hebben, maar kijk, na hier, of ja, na dit, kunnen we wel een keer kijken wat we kunnen en wat we willen. Zo, in de tweedehands shop zitten nog altijd niet zo heel veel leuks. Deze is wel heel handig, maar hey, we hebben daar waarschijnlijk nooit genoeg. Maar ja, we hebben er wel money voor, maar die tractor had er niet aan kunnen. Zoals de tractor heeft geen front, dus dat gaat heel moeilijk zijn misschien. Maar kijk, we zijn weer bij het verkooppunt en het sneeuw begint hier wel al stilletjes aan mooi op te komen. Dus dat is mooi. En weet je wat, sorry mijn vriend, maar ik sneeuw gewoon af. Dus ik weet niet of we de straten ook moeten sneeuwvrij moeten maken. Stel je voor, als we dat mogen doen met een tractor of zo, zou heel leuk zijn om dat te doen. Daardoor kunnen we misschien ook wel iets van geld mee verdienen. Als bijvoorbeeld de gemeente zegt, joh, we moeten de straat zo maken en zo. Nee. Altijd leuk. Voilà, en dit was het dan. Dus we gaan even naar huis rijden. We gaan even kijken wat we met ons geld kunnen doen. Ofwel wachten we nog even tot we misschien iets leuks vinden in een tweedehands dealer of zo. Maar ja, we zullen even de auto en de aanhanger thuis gaan parkeren onder het afdak. En we gaan dan kijken wat de dag nog te bieden heeft vandaag. Of misschien. Misschien kan ik kijken om morgen iets te gaan doen of zo, iets met sneeuw of zo. Want het begint al flink te sneeuw, dat we misschien zout gaan kunnen strooien. Of de banen vrijmaken. Maar we zullen het zien. Dus ik wil jullie sowieso allemaal bedanken om deze video te kijken vandaag. Dikke, we hebben vandaag wel geld gemaakt. Misschien niet op de manier dat we wilden, maar het is wel geld maken. Dus ik wil jullie allemaal bedanken om naar deze video te kijken. En ik zie jullie de volgende aflevering weer terug. Dus tot de volgende. Ciao.